Bedankt. Ja, zeker. Applaus Jasper. Ja, het was Jasper, ik moet zeggen dat ik afgelopen maandag met Jasper in Amsterdam was bij een borrel van uitgeverij. En we hadden de laatste trein. We hadden de laatste trein gemist. Nog niet. Dus ja, dat leidde er uiteindelijk toe dat we samen in één bed in een hotel moesten slapen. Maar ja, jammer genoeg was het geen liefdesvuur. Nou, we zijn. We zijn nu aangekomen in het poëtische gedeelte van de avond. Oh ja, nou ja. We zijn aangekomen bij het poëtisch gedeelte van de avond. Dus het lijkt me nu wel een geëind moment om Chris van der Ven op het podium te roepen. De stad schrijft een vertelde. Zaterdag sta ik ook nog bij aardige jongens, dus daar heb ik even dichterbij in denk ik. Maar ik denk dat ik de plekken nog wel iets. Hier is de sprake van de. En vanochtend. Probeer dat hard te zeggen. Ja, okay. In de microfoon. Ja. En eerst van dit voorhoofdje. Een eitje is sprake van een mop per prater. De mop per poppenprater. Mop of later? Vroeger of later, ja. Nee. Het houdt maar niet op. Steeds weer vertelt hij een mop. Toch nog maar 7 minuten gebeurd in het. Dan is het weer tijd voor de sigaret. En er volgt weer een mop als die sigaret is op. Als die weer vordert tot een beuk, ja, dan wordt het echt weer leuk. Maar goed, ik moest gauw om het gang moest zijn, zag ik staan in de koeriers op het stukje. Denk ik, ik heb nog een hele leuke column. Waar wij van Mondial, zo in 1994. Daar heb ik een column over geschreven. Van toen de eerste versie van Pop Mondial was ook. Popfestival Mondial, dat dan eigenlijk met P voor P. 1994. Waar zijn we nou helemaal mee bezig, vroeg ik me af. Na een weekend in het Tilburgse Leipark. Zaterdag 11 juni trok in de eerste editie van Pop Mondial met zoal Mau Mau, Urban Dance Squad en de Dijk zo'n 65.000 jongeren. Popmuziek tegen racisme. Jongeren bekennen de kleur. En zondag de 12e het 7e festival Mondial. Thema een wereld, een toekomst. Muziek uit alle delen van de wereld. Zoals Zuid-Afrika. Met als hoogtepunt Loes en Nandoor. Afsluiten van een zeer muzikaal weekend. Er werd naast de vele kramen met informatie ook eten uit alle delen van de wereld aangeboden. Maar waren ze drugs? Jawel hoor, bij de Hollandse frietent. Met zeer positief frieten in composteerbare bakjes. Suntree. Bij Legenom, of was de naam ervan. Je zou ze haast erbij op kunnen eten. Met lekker veel mayo en ketchup. Geelgroene bakjes. Ook van aardappelmeel gemaakt dus. Wel verantwoord. En achterfiets past best bij al die exotische heren. Eet dus wat anders, maar neem de jeuko's voor de vettige hamburgers en vieze frikandellen. En op of uit. Plastic borden en zo meer toch ook nog. Zo vooral veel afval. En glijdbaar zonder aparte containers. Voor gescheiden afval in zijn inzameling. GFT-afval, papier, plastic bekers, overig afval vrijwel leeg. Leven en milieu. Waar zijn we nou helemaal bezig? De jeugd heeft de toekomst. Het festival pretendeert het schoonste van het land te zijn. Zo waar ging de zon nog heel aardig op. Mede door de stunt van 1 gratis consumptie voor 1 ingerekende meter in elkaar geschoven wegens. Het scheen evenals het gebruik van de vele containers zaterdag jongeren worst te wezen. Ja, die ze voormaal massaal aten. Lekker met ketchup. Zat het allemaal fraten. Na afloop
lag het veld bezaaid met troep. Bekers die goed waren voor een liters bier en notabene statiegeldflessen. Genoeg om je retourtje Groningen terug te verdienen. Hoezo die jeugd heeft niets te besteden? Waar moet het dan heen met een aardbol als de jeugd de toekomst heeft en zo omgaat met ons milieu? Ik word altijd een beetje nerveus van. De oplettende toeschouwer heeft wel gezien dat er tot nu toe alleen maar mannen op het podium hebben gestaan. En dat is eigenlijk ook heel typerend voor de donderdag. Want deze stamtafel ja, die biedt eigenlijk alleen maar plaats aan mannen. En, dat mag even verhaal. Ja, dat vind ik niet echt een vrouw. Monique Thijs. Een enkele keer. Kapi. Een enkele keer. Christa. Dat is een beu, hoor. Dat is een beu. Een enkele keer zit er wel eens. Een enkele keer zit er wel eens een vrouw aan tafel. En dan denk ik altijd van. Ja, hoe zou zij zich voelen met minstens 10 mannen, soms 15 mannen om zich heen die allerlei kritiek leveren. Maartje. En actueren, hè? Ja, dan denk ik altijd van. Filomena niet keer uitnodigen. 110 euro. Enfin. Nu in het programma is het tijd voor een echte vrouw. Zijkwijf. Een echte vrouw. Een echte vrouw, kijk maar. Dames en heren, oud zijkwijf. Wat ze volgens mij helemaal niet is, maar oké, het is niet anders. Ja, ik ben oud zijkwijf. Ik ben dus de vrouw, de excuustruus van Sigrid Binnenlander. Ja, de team niet. En ik ga vertellen wat deze vrouw hier nou voelt als zij tussen al die brabo's zit. Nou, zij voelt helemaal niks, want zij kan geen woord verstaan van wat jullie zeggen. Ah. En de open pater, nou, daar begrijp ik helemaal niks van. En als hij net Duits praat, dan nog minder. Dus ik ben heel blij met René van Denzen. Waar is die verdwenen? Van Denzen. Ik heb gehoord dat Van Denzen, de ondertiteling. Denzen! Ik heb gehoord dat Van Denzen traditioneel. Albert is er niet. De koppen van de overpater heeft onder titel. Nu hoop ik dat het in het Nederlands. Het is in Nederlands. Pas 30. Niet een check. Even kijken, waar ben ik? Oh, ik moest een boekje erbij pakken. Ik zag vanavond, het zijn niet alleen allemaal mannen, maar het zijn ook allemaal mannen met een boekje van de open paard. Dat hoort blijkbaar. Dus die leen ik even van iemand. Dan. Heb ik gezegd dat ik uit Amsterdam kom? Ja. Ja. Ik kom dus van boven de rivieren. Oh. En toch hebben de kutbinnenlanders mij geadopteerd. Ja. En dat is vreemd. Ik bedoel, jullie weten allemaal dat de kutbinnenlanders een hekel hebben aan mensen van boven de rivieren. Nou, ik voel me dus heel vereerd, want ik ben dus geadopteerd als van boven de rivieren. Ik ben niet alleen maar van boven de rivieren, maar ik ben ook nog allochtoon. Ik kom uit Frankrijk. Ik heb eigenlijk... Dat is onder de rivier. Uit... Waar sta je? Maar dus als allochtonen... Paris. Ik heb net zo'n hekel aan Parijzenaars als jullie aan de mensen van boven de rivieren. Ja, de Parijzenaars zijn eigenlijk van boven de rivieren van de Frans. Provençaals ben je dan? Nee, ik ben opgeruimd van vanavond. Goed, de trein reist er naartoe. In de trein, eerst moet ik zeggen, het was hartstikke slecht weer toen ik vertrok. Ik weet niet of jullie dat hier hebben gehad, maar het stortregende toen ik op de fiets was. Ik heb het kwartier gestort. Ik kwam in de trein naar, ik was zijknat. Nee, ik kon mijn hoed zo uitdoen en wop, water op de grond. Ik ging zitten en ik bevond me in een wijze groep vol met brabo's die aan het kletsen waren. Wat heb ik dus gedaan anderhalf jaar lang? Ik heb Brabant geleerd. Hey. Ik heb geleerd dat jullie radden in plaats van redden zeggen. Gezallig.
in plaats, nee, gezalig in plaats van gezellig. Neer te zatten in plaats van neer te zetten. Hoe komt dat nou in plaats van hoe komt dat nou? Had je tieten zien? Een spelletje spelen in plaats van een spelletje spelen. Meerdere in plaats van meerdere. En lichten in plaats van lichten. Dus zover heb ik geleerd. Volgende keer zal ik nog een beetje meer leren. Het stortregende en het was, de buitenstation was rond het vriespunt. Dus onze trein, onze intercity, begon steeds langzamer te rijden. Eerst was het zo dat je dacht, oh, hij nadert het station. Nee, hij reed helemaal in de bijlanden en hij kroop voorbij. Na een kwartier komt de stem uit de luidspreker en die zegt, luidjes, jullie hebben het al gemerkt, we rijden niet zo snel als normaal. Waarom doen we dat? We zijn bang voor gladheid op de rails. Ondertussen reden we al zo lang, zo langzaam, dat ik hartstikke bang werd. We laten achter op schema dat een trein achter ons niet bang voor de gladheid op de rails ons op volle vaart van achteren zou rammen. Dat ik... Nou, ik sluit af met een klein mopje, want ik heb gehoord ook vanavond zijn het allemaal mannen met een boek en allemaal mannen met een mop. Dus ik ga ook een mop vertellen. En mijn mop, dat is de mop van de Breekbek Kikker. Dat is de enige mop die ik ken. En dat gaat zo. Dat is een Breekbek Kikker. Die zit op zijn lotusplaatje. Of weet ik veel wat. En hij zegt ook. Hij zegt tegen de rijger. Zeg rijger, wat is je lievelingseten? En de rijger zegt. Breekbek Kikkers. Breekbek Kikkers. Nooit gehoord.